me net zien dat is jaren. Dus een afspraak met hem geregeld dat je ding eens mag gaan testrijden. Ik stap natuurlijk gewoon in en holy shit, hij heeft het gewoon geregeld. Met wie? Maar is regelt letterlijk deze auto. Nou zegt hij dan nog verrassend. Echt van mij. Vandaag is een hele speciale dag. Het is namelijk mijn verjaardag. En voor mijn verjaardag zou ik heel graag willen even dat jullie op een blauw duimpje omhoog drukken. En natuurlijk even abonneren. Zou ik super erg waarderen. Push natuurlijk even die likes en die abonnees. Maar voor de rest, er staat een verrassing om mij te wachten. Dus laten we maar snel de game induiken. Let's go. We zijn dus weer lekker aangekomen in de stad. En ik ben hier lekker aan het chillen in mijn appartement bij het raam net. Maar vandaag jongens, is een hele bijzondere dag. Zoals ik al heb gezegd natuurlijk. Het is vandaag mijn verjaardag. Ik ben vandaag namelijk zelf 16 geworden. Dus dat is super tof. En ik denk, ik ga eens even in de stad kijken. Even kijken of hier nog iets leuks te vinden valt. Dus wat ik sowieso even wil gaan doen, is ik wil naar Blokkenpark gaan. Even wat praatjes met mensen gaan geven. En misschien weten mensen dat ik jarig ben, misschien niet. Maar dat gaan we zo meteen zien. Dus we gaan eerst even de lift uit. En als het goed is, staat mijn auto hier niet, denk ik. Nee, oké, er staat echt geen enkele auto hier. Nou, dan moeten we even naar de garage lopen. Ik heb trouwens ook al echt ziek veel felicitaties gekregen. Dus allemaal super erg bedankt ervoor. Wordt echt super erg gewaardeerd. Maar goed, ik zit dus te denken, omdat het een speciale dag is, zullen we eens de Lamborghini uit de garage halen? Want dat is natuurlijk de auto om speciale dingen mee te doen. Weet ik veel, geen criminele dingen in ieder geval. Dus laten we die gewoon pakken. En moeten jullie dit eens horen, jongens. Zo, er zijn ook wel echt veel mensen. Ik parkeer gewoon lekker de auto daarnaast. Hé, kijk, er staat iemand precies hetzelfde gekleed als ik. Hey meneer, u heeft echt mooie kleding aan. Hij is er denk ik niet. Nou, we kopen gelijk even wat broodjes en wat water in deze winkel natuurlijk. Is ook even handig. Zo, die hebben we ook weer bij. En natuurlijk ook een washandschoen. Kunnen we de auto even schoonmaken. Dat is ook super chill. Alleen, er zijn niet echt heel veel meer mensen op Blokkenpark dan dat ik had verwacht. Kijk, er staan echt super veel auto's. Alleen, ik heb echt geen idee waar iedereen momenteel is. Maar als het goed is, wordt de auto nu ook weer heel schoon. Dus dat ziet er ook weer heel mooi uit. Kijk, tadaa. Ja, ik vind echt een super tof kleur. Alleen, ik moet even kijken. Ik zat ook te denken aan lichtblauw of zo. Vond ik ook super tof. Maar dan moeten we zo even naar kijken. Ik zou zelf in ieder geval nog wel even naar het huis van de Peakies willen gaan om even te kijken of zij nog wat aan het doen zijn. Misschien kunnen we nog iets vieren of zo. Dus daar ga ik eerst even heen. En dus laten we even die kant op gaan. Ik weet ook niet of er iemand van hen in de stad is. Maar dat gaan we zo meteen vanzelf zien. Right, nou daar gaan we. En oh shit. Oh, ik hoor ook tegelijkertijd dat ik gebeld word. Er was bijna een botsing met de taxi. Ik word gebeld door Marius. Oh, wat? Ik heb hem echt heel lang niet meer gesproken. Hoezo belt hij mij? Wacht, ik ga ze opnemen. Ik dacht dat Jeff of Seth of zo was. Yo. Hey jongen. Hey. Gaat hoe gaat het, joh? Ja, goed. Met jou? Ja, lekker, lekker. Waar ben je? Ik was onderweg naar een huis. Een huis, joh? Wat ja, huis, naar een paar vrienden of zo, een beetje vieren. Een paar vrienden, een beetje vieren. Nou ja, ik verveel me eigenlijk. Ik weet niet of je zin hebt om even af te spreken. Ik heb wel iets leuks. Ik denk dat je het wel leuk gaat vinden. Ja, is goed. Ik kom eraan. Ja, kleine verrassing. Oké, ik ga je zo meteen een locatie sturen, oké? Ja, is goed. Joe. Oké, ziezo. Oké, wat? Marius gaat zo meteen locatie sturen, maar ik heb hem heel lang niet gesproken. Ja, nou zit ik even te denken. Zou ik eerst naar het huis gaan of eerst naar Marius? Ik zou het eigenlijk niet weten. Nou, hij stuurt me zo'n locatie, dus daar wachten we dan wel even op. Ik ben echt heel benieuwd. Hij zegt, ik denk dat je het wel leuk gaat vinden, maar wat zou het zijn? Ik zie dat we ondertussen een bericht hebben gekregen van Marius. Ik was net onderweg naar het huis van de Peakies. Ik ga ondertussen daardoor even kijken of er iemand aanwezig is. En hij stuurt een locatie. Hij zegt, hey man, als je even richting deze locatie wil komen. Oké, gaan we zo eens even kijken. Oh, dat is 2 kilometer verderop. Dan gaan we daar zo meteen eens even kijken. Als ik zelf zo kijk naar deze locatie, is dat bij een van een grote school of zo is het? En hiernaast heb je zo'n grote tennisrenbaan of zo. Moet ik zo meteen even gaan kijken. Ik ben in ieder geval heel benieuwd wat er op die locatie is. Maar eerst wil ik even naar de Peakies. Even kijken of zij mij vergeten zijn of niet. Want zoals jullie weten, de Peakies zijn natuurlijk niet de grootste vrienden van mij. Dus ik ben benieuwd of ze in ieder geval wel weten dat ik jarig ben. En ik krijg er nog een berichtje van Marius daarachterna. En hij zegt, op deze locatie kan je je auto naast mij parkeren. Daarna kan je even doorlopen naar hier, man. Oh, hij stuurt weer een locatie. Oké, ja, dat is dus wel op die baan. Oké, ik ben heel benieuwd. We gaan het zien, jongens. Alright, daar zijn we weer, jongens. Bij onze goede vrienden. Even kijken, hier links de straat in. Even kijken. Hier links is er iemand aanwezig. Het ziet er heel verlaten uit. Er is helemaal niemand. Oh, het hek is open. Wacht, wat? Daar rijd ik wel een stukje door. Dus even kijken, is er iemand? Het lijkt erop dat je echt helemaal niemand is, maar staat de voordeur dan wel open of zo? Ja, dat ook. Hallo? Alles staat hier gewoon open. Ik heb geen idee wat ik moet doen eigenlijk nu, maar ik denk dat het wel best is als ik even buiten het terrein blijf. En, oh kijk, daar zijn ze. Met de limousines en al. Yo! Yo! Hey! Hey, wat doe je? Ik wilde even kijken wat jullie aan het doen waren. Wat een dikke limo weer. Zo. Hi. Hey. Hey. Zo, daar komt nog iemand aan. Oké, het is echt chaotisch druk. Hey, iemand.
Yo! Hoi. Lekker verjaardag, mijn jongen. Dankjewel, dank je. Dankjewel. Ja, hij weet het. Proficiat. Dankjewel. Oh, meneer Chinot is jarig. Ja. Goed te spelen, man. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, dan ben ik weer een jaartje ouder. Een jaartje gezonder of zo. Maar niet verstandiger. Nee, in ieder geval niet als dat om jullie niet gaat komen. Nee. Normaal doe ik het nooit, maar vooruit. Echt? Nee, echt? Oh. Wat een liefde. Dat gas, dat ga je wel betalen. Ja, sorry van het gas nog. Nee. Dat komt sowieso wel goed hoor. Dat komt wel goed. Die auto in het zwembad? Ja, die is er wel eruit getakeld zo te zien. En de Haag, waar je altijd erover komt. Oké, wat nog meer? Ik ga snel weg de hier. De limousine met de benzine erop. Ja, doei. Oh, wat? De limousine? Daar was ik niet mee. Welke benzine? Oh, toen dat ding in de fik stoot. Van de Koenigsegg. Oh, ik ga maar gauw weg voordat ik meer problemen krijg. De factuur van mijn Porsche. Oké. Ik ga maar gauw weg. De factuur van Stefan's Bentley. Geld van de winkel van vandaag. Oh ja, de winkel. Ja. Nou, ik spreek jullie straks wel weer. Ja, ik ga even door. Ja, jojo. Jojo. Het hek is dicht. Ja, joh. Ja, gaan we jou naar buiten laten, is dan de vraag. Oh, wat een helder. Kijk, en op mijn verjaardag zijn ze natuurlijk wel weer heel lief tegen mij. Oh, mijn Brabantstadje nog. Ja, die haal ik straks wel lekker op. Lekker boy. We gaan nu in ieder geval eerst even door naar Maris, want die wilde iets met me gaan doen. Ik denk omdat het mijn verjaardag is. Ik weet niet zeker, maar daar gaan we nu achter komen. Alright, nou, we zijn in ieder geval bijna. Volgens mij is dat qua locatie en dat wel goed. Het is een heel groot gebouw en al. Even kijken. Ik denk dat ik hier mijn auto neer ga zetten. Of waar? Oké, ik zie de auto van Maris. Die staat daar al. Nou, dan rijden we hier ook even heen. Zetten we hem even zo in een mooie vormpje neer. Kijk eens aan, zo helemaal perfect. Doen we de auto nog even op slot. En wauw, dit is natuurlijk ook wel een plaatje. Ik wist niet eens dat Marius die auto had. Maar hier is inderdaad die renbaan, of wat moet ik het noemen, een soort baan. Ik ben het woord een beetje kwijt. Als het goed is, is Marius hier nu. Nou, in ieder geval, ik weet niet zo goed wat ik hier moet. Maar moet ik op de baan komen? Moet ik hier naast publiek? Weet ik veel. Even kijken. Waar is iedereen? Oh, daar is dat. Er is iemand aan het rennen. Is dat Marius? Volgens mij wel. Ik denk het wel. Yo, ben je lekker fit aan het worden? Hier nog eens. Ja, zeker, joh. Als ja. Als er vakantie is, dan kunnen we lekker lopen op deze baan. Normaal goed bezig. School, maar ja, we moeten even fit blijven natuurlijk, joh. Ja, natuurlijk. Altijd fit, hè. Met welke auto ben je hier? Met mijn Lamborghini. Met je Lambo, jongens. Ik ga even mijn t-shirts aan en dan moet je even meekomen. Dan heb ik wel iets leuks voor jou, denk ik. Ja, oké, is goed. Nou, zeg die twee. Ik heb even iets andere leuks kant voor op jou. Kijken. Ja, maar jij bent vandaag toch jarig, jongen? Ja, klopt. Beestvark, jongen. Gelukkig. Hey, dankjewel. Dankjewel. Kom eens hier, man. Kom eens hier. Dankjewel. Hey, aan, let's go, man. Dankjewel, dank je. Hoe oud ben je geworden dan? Jong. Lekker, man. Ja. Nou, oké. Okay. Tja, nee, ik weet dat je graag van auto's al. Ik ben graag van Lambo's. Ik ben natuurlijk ook van mee Lambo. Ja. En ja, ik heb een kleine verrassing voor jou. Ik heb een testrit geregeld met een auto die je misschien wel heel graag wilt zien, wilt rijden. Dat meen je niet. Hebben eigenlijk. Ik denk dat je wel raden over welke dat gaat. Ja, je favoriete van allemaal. Je mag één keer raden, jongen. Waar ik laatst voor ben gaan altijd kijken. De opvolger van mijn huidige Aventador. De SVJ of zo, denk ik. Inderdaad. Nou, ik heb dus met de eigenaar van de car dealer. Ik ken die keer een beetje. Ik heb dus een afspraak met hem geregeld dat je ding eens mag gaan testrijden. Ik moest meteen aan jou denken en ik dacht van, hey, wil je dat even meenemen? Oh. Het is toevallig op zijn verjaardag. Dan zeg je een mooi cadeau. Beter. Dan mag jij even rijden in die Lambo. Oh, dat ja. Leuk is, joh. Ja, let's go. Nou, dan gaan we hem samen gaan ophalen, joh. Hoezo maak jij een testrit in dat ding? Wil je hem gaan kopen of zo? Nou, nee, maar ja, je moet het geheim houden, hè, maar het is gewoon een, ja, het is wel een zieke auto, hè. Nee, ik denk dat iedereen die wel wil. Nee? Ja, dat wel. Dat sowieso, dat sowieso. Dus ja, laatst zat ik een beetje online te kijken, een beetje op de website van de car dealer van Lambo, om eens te kijken of dat juist degene is die ik wil hebben. Maar ja, moet je even kijken. Ja, hij is wel erg mooi, vind ik zeg. Oh, wow, daar is hij, joh. Kijk die combo dan. Porsche en Lambo. Het ziet er mooi uit, hè. Nou, welke gaan we? Ik denk dat we met de Lambo gaan. Is een beetje te plassen. Ja, is goed. Ja. Is goed. Ga mee. Stap in. Dicht. Ja, laat je hem gewoon hier. Ja, joh. Ik denk dat niemand die gaat stelen, joh. Oké, ja. Je mag instappen. Natuurlijk. Nee, midden van de nacht. Ja, joh. Gaan samen toch. Maar waar gaan we nu heen dan? Ik ga de navigatie instellen. Ja, is goed. En dan moet je daar eens met u rijden, oké? Naar de car dealer zelf. Of waar gewoon. Ja, het is de auto dealer in de stand zelf. Ik ken die meneer een beetje. Oh, oké. Ja, dan gaan we daarheen. Ik heb afspraken gemaakt. Die man zelf wist het niet normaal gezien. Maar ging de auto achter de hoek, zeg maar, in de garage. Helemaal van achter ging ik klaarzetten. Ja. En de sleutels heb ik al. Oh, chill. Dus, trek je hier eens goed mee op je? Ja, is even, goed. Even heel goed overtreffen. Oké, 200, oh, bijna. Oké, je wordt echt helemaal 205. Naar achter in je stoel getrokken. Ja, zie ik. Oh, oké, nou ga ik even wat slomen voordat de politie ons ziet. Gewoon hier, ja, toch? Ja, zet hem hier maar op de parking. Normaal gezien staat hij erachter. Nou, als jij hier even wacht, dan ga ik je komen aanrijden, oké? Ja, is goed. Komt goed. Marius, die heeft dus iets super dings voor mij geregeld. Een van de testritten in die Aventador SVJ. Waar ik natuurlijk echt super blij mee ben. Dus dat is echt super tof. Hij zegt dat ik hier moet wachten en dan komt zo naar achter rijden. Dus ik wacht hier gewoon even. En dan komt hij zo meteen hopelijk naar hem toe. Ik denk dat ik hier rechts moet. Oh, ik hoor hem al. Oh, ho, ho.
Ik hoor hem echt al heel duidelijk zelfs. Holy shit, is dat hem? Ik denk het zelf wel, ik hoor hem. Maar hij zei dat ik moest blijven wachten, maar moet ik gewoon... Ik denk dat ik er gewoon heen ga. Eens even kijken, ik ga er gewoon heen. Eens even kijken. Oh ja, dat is hem. Is dat ook Marius? Ja, dat is hem. Zo. Hey, de verrassing, ik hoor je al Ik hoorde hem al. Ik hoorde hem al om de hoek. Zo. Ja, dit hoor je door heel de stad heen, man. Holy ja, shit. Dit is hem, hè? Niet ja, waar. Heel ziek. Best wel een heel ziek ding, hè? Ja, echt heel ziek. Oh shit, nou, het is echt gewoon een space shuttle, man. Zelf zie. Het echt? Ja. Dat is wel heel ziek, inderdaad. Oh ja, zo even eentje gaan rijden dan? Ja, is goed. Nou, als je het niet erg vindt, dan begin ik even. Ja, nee, doe je ding. Voel ik wel even hoe de dingen rijden. Goed. Ik stap natuurlijk gewoon in. En holy shit, hij heeft het gewoon geregeld. Met wie? Klaar? Ja, ja, ja. Oh. Zo. Nee, is toch niet verkeerd, hoor? Nee, hij is zeker niet verkeerd. Oef, ja, dat is ziek. Zo goed, hoor. Ja. Dat gaat wel lekker. Nou, dan gaan we even rustig vertrekken. Okay. Ja, je moet uitkijken met hoe je rijdt, ja. Inderdaad, en die neus is zo laag, dus je moet echt gaan opletten. Ja, dat sowieso. Wachten voor rood. Dat gaan we nu ook niet doen, anders gaat het wel heel lang duren, denk ik. Ja, wow. Ik zou zeggen, ga erop los. Hij is wel mooi, man. Hij is echt heel ziek. Hij heeft nu zeg maar zo'n witte lak, zei die man van de car dealer. Je kan allemaal kleuren opzetten en zo, maar dan moet je even bij de modshop verder uit naar de stad gaan kijken. Want die mensen kunnen jou wel verder helpen. Ja, hij is echt heel ziek, vind ik. Om iets goed te komen. Ik zou zeggen, trek hem open. Oké, ben je klaar, jongen? Ja. 3, 2, 1. Let's go, man. Let's go, man. Hij is ook zo snel, hè? Holy shit. Oh, deze auto is zo snel. Kijk hoe snel we gaan. 50, 60. Oh, 250 reden we al. Oh, 290 of zo kreeg we al. Zo snel. Holy shit. Shit. Nou, wil jij niet eens proberen? Ja, graag. Parkeerbak. Oh, nou mag ik rijden, jongens. Let's go. Zo fijn parkeren, joh. Oei. Stap je maar in. Ja, oké. Okay, gewoon via... Opletten dat je niets kapot maakt, anders stroomt mijn rekening leeg. Ja, nee, maar niks kapot, hoor. Maar niks kapot. Ja, man, ik heb allemaal zo van die gekke contracten moeten tekenen als ik de ding kapot maak. Ja. Ja, man. Oh mijn god. Wel, en snap ja, ik, naar de gaten. Zeker van alles. God, het klinkt zo lekker. Heb je hier ooit al eens in gereden? Nee, nog nooit. Nee? Heel ziek ding. Wow, joh. Vooral als de eerste keer. Oh, hij is zo snel. Je neuslift op als je over van die bobbeltjes moet en zo. Oh, jij gaat er, man. Hij is heel snel. Oeh. Hey, joh. Vol gas. Vol gas. Let's go. Vol gas. Ho, kijk, ho, ho, ho. Oh, pas op, joh. Oh, je wilt ons echt dood. Hé, dat gek, je oh. Ho. Nee, joh. Gewoon vol gas. Go, go, go. We gaan ervoor. We hebben haast. Vol gas. Hey, als je ho. Een tegel... Oh. Oh. Nou, dat was ook weer leuk. Ho. Oh. 1 centimeter verder. Hij is zo snel, man. Ja, dat kan ik geloven. Holy shit, echt holy heel nice. Shit. Weet jij niet welke motor en zo dat er hierin zit? Je hebt ook zo 6,5 liter V12, 770 pk, 350 km per uur, 2,8 seconden naar de 100. Oh ja, die fiets. Die fiets. Ja. Ja, inderdaad, daar heb ik veel van meegekregen. Waar gaan we heen? Man. Ik zou eigenlijk eens naar een vliegveld rijden, hè? Je hebt in die auto's een knopje. Als je daarop plukt, dan krijg je gewoon meten hoe snel het doet van de auto. Ja, is goed. Dan bij het vliegveld dan. Hé, hey, Inot, jongen. Ja? Rij hem eens even hierheen. Ik heb de navigatie gezet. Niet naar het vliegveld? Nee, ja, het vliegveld is een beetje. Oké. Okay. Ja, ik heb ook nog een leukere cadeautje voor jou. Oh, oké. Okay. Wat dan? Ja, gewoon, ja, zoals hij eerst even naar daar rijden. Komt goed, jongen. Maar eens heeft deze auto geregeld voor... Ja, geniet van dit moment, want het is misschien de laatste keer ooit in dit... Geniet van dit moment. Oh, ik ben aan het sparen, Ja, ja, geniet ervan. Maar eens regelt letterlijk deze auto, nou zegt dit ook nog een verrassing, hè? Ik ben aan het sparen, jongen. Ja, tuurlijk. Gaat de goede kant op. Ja. 211k, yes. Hoe goede kant? Ja, nou, niet echt. Hier links? Ja? Ja, en dan tot het einde en dan gewoon even hier parkeren. Wat wilde je hier doen? Wat? Hier? Ja, dan zit je maar hier. In dit vak? Oh, dat is mooi. Ja, eigen vak, parkeervak. Ja, ze zijn er wel heel veel. Ja? Ja? Wat? Ja, en, ja? Ja, parkeren maar in het vak. Ja, hij staat in het vak, toch? Nee. Ik kijk op de grond. Ah, ja. Ja. Nee, zet hem even tussen de gele lijntjes. Wat? Waar? In het parkeervak, tussen de gele lijntjes. Echt? Ja, maar dat is toch ook een parkeervak? Ja, nou, ik denk het niet eigenlijk. Dat kan een foto in de weg die ze hebben opgevuld. Nou, dan niet. Nou, zet ik hem wel even hier neer. Jongens. Ja? Nou, als je even meekomt, stap voor op zijn los. Ja? Dan doe ik hem even op slot. Ik doe even de deur dicht. Komen. Ja, die klikt gewoon vanzelf in slot, hoor. Dat is geen probleem. Zover is de technologie ondertussen wel gekomen. Kom eens even mee, jongen. Ja? Hè? Wat is er? Heeft hij een boot of zo? Heb je een boot? Ik heb een beetje... Wat zeg je? Heb je een boot gekocht? Nee, helaas niet. Ik heb wel een boot, maar ik heb hem... die heb ik al een tijdje. Nou, laat ons hier even neerzetten. Of zet jij even neer. Oké. Nee, ik sta liever. Wat? Nee, zit maar even. Nou, ik heb een beetje gelogen tegen jou.
Wat? Ja, sorry. Ja, ik heb gezegd dat het een huurauto is. Die man een beetje kende. Ja, ik ken die man eigenlijk totaal niet. Ik heb ook gezegd dat ik een car dealer had vroeger. Ik heb ook nooit een car dealer gehad vroeger. Daar heb ik letterlijk uit mijn duim gezogen. Nooit. Ik ben wel al een paar keren deze week geweest met een car dealer. Ik heb wel met een paar mensen gesproken. En, maar wat wil die? Die Lambo die achter jou staat. Die heb ik gewoon gekocht, jongen. Die is echt? Gewoon van mij. Oh, lekker gast. Gehuurd, heb ik gewoon gekocht. Oh, ik dacht al. Zo, dat is ziek. Ja, binnenkort heb ik het dan ook. En dan kunnen we samen dikke combo's gooien, man. Inderdaad, dat wordt heel ziek. Ja, maar, hij is mooi, man. Nog iets. Ja, kijk, jij bent jarig, hè? Ja. Jouw verjaardag. En was er nu een mooier cadeau zijn voor jouw verjaardag? Dan een Lambo SVJ. Nooit! En nooit! We kennen elkaar al een tijdje. En ja, ik weet, het is je favoriete auto. Je wilt hem al heel lang. Je zit er al altijd over te praten. En ik dacht, ik ga mijn maatje iemand een plezier doen. Te kopen nee. Een Lambo SVJ. Doe normaal! Inderdaad, jongen. Hier, kijk eens aan. Ik heb echt? Ik heb recht staan. Wat? Nooit, dat is een grap. Sowieso. Ik heb een cadeautje voor jou. Als je even volgt, ja? Dan ga ik jou iets geven. Hè? Ik denk dat je daar wel blij mee gaat zijn. Maar dat heeft hij. Is hij nou wel of niet voor ja, mij? Ja, ik weet niet of hij het gelooft, maar het is wel echt. Ja, ik had nog een beetje extra geld. Ik wist dat hij hem heel graag wou hebben. Dus bij deze wil ik voor hem mij. Geven, man. Inderdaad. Nou, als jij even hier wacht. Nee, je gelooft het zelfs niet. Nee, sowieso een van de domme grap of zo. Een van de zo'n domme grap. Ja. Ik geloof er echt niks van. Die kost 6,5 ton of zo. Nou, Inot. Ja? Alsjeblieft, jongen. Wat? Nooit! Hè? Helemaal van jou. Helemaal van jou. Stavrenov, echt van Stavrenov, van mij. Hij is staat al op jouw naam. Wat? De verzekering, de kosten, de wegenbelasting, staat allemaal op jouw naam, jongen. Het is allemaal van jou. Holy shit. Ja, ja. Hoe moet ik jou bedanken? Gefeliciteerd ermee, jongen. Gefeliciteerd. Een gloednieuwe lamp op jouw collectie, nietwaar? Ja, tja. Ja, toch wel. Hè? Ja, ik denk dat we het even kunnen vieren met een beetje champagne, nietwaar? Maar ik geloof het nog steeds. Ik ben echt confused. Nee, ik ben echt confused. Echt heel confused. Ja, dat zou ik ook zijn als ik jou was. Maar ja, het is echt, jongen. Het is echt. Holy shit. Oh, aan, liefde. Echt voor mij. Ja, echt van... Helemaal voor jou. In mijn garage, zeg maar. In jouw garage voor altijd. Ik moet hem nooit meer terugzien. Ik zou hem wel graag nog eens terugzien. Maar hij is van jou. Ja, wanneer je erin opgehaald moet worden, dan hoor ik het wel. Ja, inderdaad. Ik wil er wel nog eens in opgehaald. Holy shit. Ik geloof er echt wat. Als u ons even naar een nieuwe locatie brengt. Ja, is goed. De navigatie zetten. Gaan we daar even eentje drinken. Ja, is goed. Zo, je kan hem zelf helemaal nog... Nee, hij gaat niet open. Je hebt de sleutel gescamd. Nee, hij gaat niet open. Je scamt. Oh, ik scam niet. Kijk, wacht. Als je even... Hij gaat niet open. Jawel, jij moet hem even open doen. Hij doet niet open. Hij gaat niet open. Je moet op de sleutel. Hij gaat niet open. Je moet op de sleutel kijken. Hij gaat niet open. Doe eens de sleutel. Hij gaat niet... Hij gaat niet open. Oh, zo. Zo. Zeg dat dan, jongen. Pot. Maar ik had oprecht niet geloven dat Marius mij dit geeft voor mijn verjaardag. Holy shit. Wat een liefde. Hoezo? Waar verdiende ik het aan? Like, what the heck? Ja, waar moet ik heen? Zo, kijk eens aan. Als je even links gaat, zo. Ja. Recht voor je neus. Heb je een mooie bar. Oh! En daar kunnen we even eentje drinken. Oh, is goed. Zet jij me op slot? Mocht je niet parkeren, maar ja, wij zijn uitgezonderd, hè. Kijk maar naar de rode streep. Inderdaad, nieuwe Lambo. Die ja, inderdaad. Mag altijd. Perfecto! Helemaal goed. Nou, ik hoop dat er iemand is, anders moet ik iets nemen. Ik zou niet weten, anders stelen we toch. Hallo? Hallo? Nee, denk ik niet. Oh! Hallo? Kijk eens boven. Wat, er zitten hier gewoon mensen. Oh joh, het is hier gewoon een feest. Yo! Oh joh. Heren. Oh. Yo. Ze zijn lekker aan het pokeren, joh. Oh ja, kom je ook? Nee, is hij ook. Er zitten daar gewoon mensen te gokken. Jongens, wat een gare mens. Tja. Is er hier nog iemand? Hallo? Hallo? Nee, denk ik niet. Hallo? Oh, we zijn de wc's. Oh, gekke wc's. Hallo? Oké, daar zijn wij. Hey, is hier iemand thuis? Hallo? Denk Hallo? Het niet. Denk het ook niet eigenlijk. Oh. Oh joh, heel vergaderzaal. Neem mezelf dan gewoon een drankje. Hier, uit de ijskast. Oh, ja. Hier, in deze. Kerio. Nou, Ik zelf ook nog eentje. Zo joh.
Nou, proost dan maar, denk ik, hè. Van je nieuwe Lambo, joh. Hey, let's go. Gefeliciteerd, jongen. Kijk eens aan. Proost. Dankjewel. Ik heb dus gewoon voor mijn verjaardag zo'n nieuwe auto gekregen die ik al heel lang wil. Dat is echt super tof. Dus even een dikke shout-out naar Marius. Hij staat ook in de beschrijving. Maar ik ga voor nu in ieder geval een hele fijne verjaardag vieren. Dus allemaal bedankt voor de felicitaties. Waarschijnlijk gaan de comments ook helemaal volstromen. Alvast bedankt. Mocht je deze video leuk hebben gevonden, vergeet dan even niet te liken en even te abonneren. Dat is super erg waarderen. Kunnen wij op deze video meer dan 2000 likes zetten? Dat zou super dope zijn. En dan ga ik voor nu zeggen wat hij zegt. En dat is tot de volgende video of livestream. Later, mensen. Ciao. Yeah.